先讲小孩的地方，再讲我们来自台湾。好 ，OK。Kom erbij！ 哎呦 ，This is the beach. Salute, kindergarten. Io sono italiano. From California, greetings for Kinderdijk. 我们在台。Sorry. Moet dat tegelijk samen of alleen? De groeten uit Kinderdijk! Mijn naam is Lucas. Ik ben een tour operator for Europe Your Way. And we take tours from people over here from China. And we're gonna go take a look at the windmills today. Damen Chan Kaniman. Dan ni hao, hallo, zeg hallo. Hallo, hoe gaat het ermee? Hoe gaat het ermee? Hoe gaat het ermee? Wij hebben toeren die, die zijn eigenlijk een beetje nieuw. We willen ze een beetje eigenlijk maar rustiger aandoen, dat de mensen een beetje meer kunnen eigenlijk zien. En ze verblijven in een bungalowpark. In plaats van dat ze van hotel racen dus. En het merendeel van de mensen zijn al bij de molen. Wij zijn een beetje laat dus. Dus gaan we eventjes kijken waar ze zijn. Oké? Is everybody here? Dan een Laila, hè? Let's go. Oké, okay. Let's go. Next one. Hello. Next one. Very good. Happy grandpa. Ready? Let's go in, oké? Okay, is everybody here? Als je Engels praat, dan stopt je niet. Nee. Hoe komt dat? Weet ik niet. Dat is nou eenmaal zo. Dat is eigenlijk mijn jongs af aan heb ik het gedaan. Het is gewoon iets waar je mee leert eigenlijk leven. Ja, maar wel typisch. Ja, het is, dat is helemaal zo. Het is, nou, ben ik nu natuurlijk ook dan, maar voor het eerst op tv, dat helft natuurlijk ook. Wij hebben een huilenbalk hier, geen probleem. Oké, okay, everybody, let's go up, oké? Okay? Oh, you don't belong to us. Oké. Okay. Go ahead, everybody up. Well, I think a little here. One more up. Wendley, hi, how are you going? No, it's a castle. No more? Okay. En je spreekt Chinees? Een beetje, ja. Ja, god, dat leer je op den duur natuurlijk wel. Het is een moeilijke taal. Op den duur, ja, je leert elke dag een beetje natuurlijk. En als je een biertje op hebt, dan gaat de taal altijd makkelijker natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk wel zo. Hè. Die heb ik al gezien. Oké, is everybody here? Goed uit Kinderdijk. Saludos desde Kinderdijk. Somos de Colombia. De groeten uit Kinderdijk. We zijn in Xiaohaitifang. We zijn uit Taiwan. Yeah! Goed uit Kinderdijk dan, hè? Allemaal. Give a help. Okay, everybody, let it. The kids are fighting. The kids are fighting. Very good. Very good. And the kids are fighting. What more do you want?
It's a good day today. Everybody ready? Let's go. Woman Tola, hopper gauw. Woman Tola. Ik merk toch, je praat Nederlands. Ja. Ik hoor toch een accent. Ik ben een Nederlander. Ik heb 22 jaar in eigenlijk mijn. Amerika gewoond. En nu woon ik dan eigenlijk 4 jaar in, dat is eigenlijk China. En, hoe ben je daar terechtgekomen dan? Ik heb iemand ontmoet daar en ja, dan gebeurt het wel eens natuurlijk. Dus, maar dan ben je eigenlijk ook hier een beetje op vakantie? Ik ben hier nu hier voor, dit is onze eerste tour dus. We hebben op deze tour hebben we eigenlijk ook wat zakenmensen die ook met ons willen meewerken dus. Dus we zijn dus eigenlijk aan het opstarten en aparte toeren te maken. En Chang Chang Nana, Jesus, kom. Mie, chuma, tja. Mieke, Bochum mama. The fiberglass stays the same. Why is it stopping? Maybe they put the brakes on it. Magnetic brakes, the new ones. I have no idea. But usually they take away the fabric and then it goes like fast. Everybody ready? Yeah. You ready? Yeah. Okay, question. Bye bye. We're going home. The day is over. We have to go back to Belgium. Okay, now. We hebben een huilenbalkje hier. Klein huilenbalkje. Mijn vlaggetje die heeft iemand anders mee genomen, denk ik. En ja, daar is hij. Dit zal dan de derde zijn deze week al. Dus, maar het maakt niet uit. En waarom hebben jullie in de tour juist Kinderdijk ook genomen? De Kinderdijk heeft te maken met. Het is natuurlijk. Natuur hier, Nederlands natuurlijk, windmolens en alles. Ze vinden het een hele leuke tour. We hebben er ook een paar bij die al op andere toeren zijn geweest. En die hadden het erover, dit is de beste tour die we ooit hebben meegemaakt. Dus wij zien er eigenlijk met toekomst in. En we denken dat we op den duur toch heel veel mensen hierheen kunnen laten komen om dus van eigen of dus eigenlijk met Europa te laten genieten. Niet gauw! Hier heb ik een aanzichtkaart. Zouden jullie die willen beschrijven? Ja hoor. Ik zal iedereen dan hun naam erop laten bezetten. There you go. All the names are over there. En waar gaat hij naartoe? Die gaat naar. Waar moet hij heen? Naar. De president van Nederland? Dat kan toch wel? We hebben hier niet dat, in sinds een maand. Dat is, nou, we zenden hem naar de nieuwe koning toe. En dan hebben we het erover dat we het hier hartstikke leuk hebben. Bye bye. Okay, everybody ready? Ja!